Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze Farming Simulator 25 tutorial. Deze keer een video over de helper. Waar kan de helper je allemaal bij helpen en hoe stel je dat in? Nou, we beginnen, want in principe kan de helper van alles doen. Hij kan de spullen vervoeren, hij kan je helpen bij veldwerk en bij oogsten. Nou, we beginnen even bij de combine, dus we stappen in de combine. En als je in de combine zit, dan hou je de H iets langer ingedrukt. Dus niet even een kort tikje, maar even indrukken. Dan krijg je dit scherm ervoor. Nou, en dit schermpje, wat je dus voor je krijgt, daar kun je van alles instellen. Bijvoorbeeld de werkbreedte. Nou, in principe staat hij eigenlijk altijd al goed. Maar denk je nou, hij pakt hem net niet lekker. Hij is net te breed of net te smal. Dan kun je hem hier zo heel gemakkelijk aanpassen. En stel ik doe hem een meter breder, dan zie je het hier ook gelijk aanpassen. Dus dat is super. De volgende, dat zijn het aantal kopakkers. Dan staat die standaard op 2. Voor deze machine rekent hij 2. Maar je kan hem ook op 4 zetten mocht je dat willen. Ja, ik vind dat een beetje onzin. En in principe is 2 meer dan genoeg. Heb je nou een heel smal veld, dan zou je ook voor 3 kunnen gaan. Dan weet je zeker dat hij niet in de problemen komt. Maar we laten hem nu even op 2 staan. Deze instelling aan kopakkers werken aan of uit. Ja, het spreekt in principe voor zich. Dan zie je hier ook de kopakkers verdwijnen. Dan gaat hij gewoon op en neer. In dit geval laten we hem lekker aanstaan. En dan beginnen met. Hier kun je kiezen omhoog of omlaag. Dus begint hij van binnenuit en dan als laatste de buitenkant. Nou, dat zullen we straks even instellen bij de saaimachine. Of begint hij op de kopakker. Dus eerst van buiten om en dan naar binnen. Nou, dit is eigenlijk de standaard instelling voor oogstmachines, maaiers. Dat soort dingen. En qua saaien, ploegen, dat soort werk. Ja, dan werk je van binnenuit naar buiten. Want anders, ja, dan rij je over het stuk wat je al gedaan hebt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Deze laatste, ja, die kunnen we eigenlijk wel even overslaan voor nu. En dan drukken we op OK. En dan staat hij eigenlijk al aan. Druk je op H. En dan gaat hij aan de slag. Dan doet hij eerst de kopakker. En hij redt zich helemaal. Het enige wat jij nog hoeft te doen is als hij een melding geeft dat hij bijna vol is. Dat je even met een trailertje komt en hem aflossen. Kijk, ik zal hem even ruimte geven. En dan zul je zien dat hij hier straks mooi draait. Nou, dit vind ik echt een hele vooruitgang ten opzichte van farming. Nou ja, de vorige edities allemaal. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Ik denk een beetje draairuimte maken. Ja. Dus ook daar houdt hij rekening mee. Super intelligent. Ja, het is echt top. Kijk, en hij probeert ook niet in het gewas te rijden. Dus dat is echt, ja, vind ik een hele vooruitgang. Dat hij niet door dat gewas heen zit te draaien en te keren. Oh, nu sta ik in de weg, denk ik. Nou, gaat hij mooi verder met oogsten, dan kunnen wij naar de volgende. Nou, zitten we nu in de zaaier. Dat werkt in principe op dezelfde manier, dus we drukken weer op H. Alles staat in principe al aan, of ingesteld. Hier houdt hij rekening met 3 kopakkers. Ik denk dat dat wel goed is. We zouden ook 2 kunnen doen, maar misschien heeft hij dan net te weinig keerruimte. Oh, we kunnen ook niet minder dan 2. Kijk, daar houdt hij dus ook rekening mee. Hij heeft die ruimte nodig om te draaien. Nou, dat is hartstikke mooi. En hier zie je inderdaad dat hij begint van binnenuit en dan als laatste de kopakkers. Dus ook deze zetten we aan. Dus je drukt dan op OK, op H en hij gaat aan de slag. Nou, en zo zie je, hij doet eerst de binnenkant en dan als laatste de kopakkers. Nou, we komen straks nog even terug. Dan gaan we even kijken hoe het eruit ziet als hij een stukje verder is. Nou kijk, dit is natuurlijk hartstikke mooi dat je ze zo kan instellen terwijl je op het veld staat. Maar nou is er nog een andere optie en die is ook super handig. Kijk, dat is bijvoorbeeld deze, de Massie. Die heeft de cultivator daarachter, denk ik. Ja, dat lijkt me een cultivator. We gaan naar het escape menu. Nou, wanneer je in het escape menu zit en je hebt deze mooie kaart of de map ervoor, klik je de juiste trekker aan. Dus hier staat de John Deere.
Maar die hebben we niet nodig voor nu. We hebben de massie nodig. Dus drukken we op klus maken. Nou, dan sturen we hem naar het betreffende veld wat we willen dat hij doet. Dus in dit geval is dat veld 2. Zetten we hem zo neer en dan druk ik op klus starten. Je kan ook op set drukken, maar klus starten. Gaan we eruit. En hij gaat gewoon richting het veld. Je hoeft verder niks in te stellen. Hij regelt zichzelf helemaal. Het is nog een klein beetje wiebelig, maar goed, het is ook op de boerderij. Op de weg rijden ze wat beter. En dan gaat hij naar het veld toe en doet gewoon zijn werk. Ideaal. Nou, en als we dan deze meneer hebben, dan zullen we even kijken of we die combine al moeten lossen. Hij zal wel wat in de voorraad hebben inmiddels. En je ziet hier ook links van mij de helper die aan het zaaien is. Dat gaat ook hartstikke mooi. Hij heeft denk ik de binnenkant bijna klaar en dan doet hij de koppakketjes. Dus ja, dit werkt ideaal jongens. Let overigens niet op dat flikkerende beeld, want farming is net uit en ik hoor om me heen dat iedereen daar wat last van heeft. Ik was eerst al bang dat het aan mij zou liggen, maar dat is gelukkig niet het geval. Maar dat zal één deze dagen wel opgelost zijn. Lossen we even de combine. Ik vind het overigens een prachtige combine, deze massie. Ik hou van die oude dingen. Dan sta ik hem vreselijk in de weg. Ja, sorry. Nou, dan kunnen we dit natuurlijk zelf wegbrengen. Maar wat ook kan, is de helper dat laten doen. Nou kon dat natuurlijk in 22 ook al. Maar we gaan dus even kijken of dit makkelijker gaat. Of die iets verbeterd is ten opzichte van 22. Dus dan gaan we weer in de... We gaan weer in het menu op de kaart. Nou, we moeten even hierop klikken dat we de trekker hebben, de John Deere. Nou, wanneer je de John Deere hebt aangeklikt, krijg je deze 4 minuutjes weer. Bestemming instellen, dat kan ook. Maar dan kun je gewoon willekeurig op de map een plek aanwijzen en dan rijdt die daar naartoe. Bijvoorbeeld als je je gereedschap alvast vooruit wilt sturen en het later achteraan gaat. In dit geval gaan we weer een klus maken. Aflevering, dat klopt. Ik denk niet dat dit rechtstreeks bij de bakkerij kan. De graanmolen. Laten we hem daar naartoe gaan. Nou, laadpositie, dat is waar die nu staat. Die laten we mooi staan. En wanneer je lussen dus aanhoudt, dan komt hij hier ook weer terug. En dat is ideaal. En dan druk ik op klus starten. Dan gaan we eens even kijken. Ik ben zelf nog helemaal niet bij die graanmolen geweest. Hij neemt wel het bordje mee. Dat is nou weer wat jammer. Maar goed, dat doe ik ook wel eens. Nou, en dan gaat hij mooi richting de graanmolen om de producten te verkopen. En als hij dat gedaan heeft, dan komt hij weer terug. Ja, het sturen is misschien nog wat hakerig. Ik weet niet of ze dat nog gaan verbeteren, ja of nee. Maar het ziet er in ieder geval al een stuk beter uit dan wat het was in de vorige versie. Ja, dit is gewoon super handig. Ook als jij bijvoorbeeld wilt oogsten en je hebt de bak vol, dan stuur je de helper weg. Kun jij lekker doorgaan met oogsten? Nou, en terwijl deze onderweg gaat naar de graanmolen, ik weet niet hoe ver het is, ik ben er zelf nog niet geweest, maar we zullen het straks zien. Sturen we de anderen ook vast op pad. Ik heb hier ook een trekker staan. De Iseki voertuig binnen gaan doen we eventjes. Wat ook nog kan, is bijvoorbeeld, je hebt de silo vol zitten met een bepaald product en je wil dit verkopen. Dan gaan we weer op de kaart. Klikken we hem nog even een keer aan. Klus maken. En dan zoeken we hier. Laden en lossen. Dus we doen het laadstation. Dat is onze eigen silo. Tarwe zit erin. Dus dat zoekt hij zelf. Kijk. Zonnebloemen hebben we niet. Dan komt er ook een uitroeptekentje te staan. Dus tarwe. En hier doen we het station lossen. Nou ja, bakkerij zegt hij al. Dat gaat niet. Hier treedt een probleem op. Dus we zoeken iets waar hij het kan brengen. Boerenmarkt. Lussen. En wanneer je lussen doet, dan blijft hij dus net zolang de silo leeg trekken tot je alles hebt verkocht. Nou, die zetten we ook eventjes aan. Gaat hij ook op pad? Kijk eens. Rijdt hij helemaal zelf onder de silo. Dan
Heeft hij zijn bakje vol. En dan gaat hij, ik denk eventjes nadenken waar hij naartoe moet. En dan denkt hij, hé, daar moet ik naartoe. En dan ook, hij redt zich helemaal zelf. Kijk, de John Deere. Die staat inmiddels al bij het verkooppunt. We krijgen er ook wat geld bij. Dat is hartstikke mooi. 3.3800 euro in oosten komen. Nou, wat wil je nog meer? En dan zul je zien dat hij weer verder gaat. Want hij gaat terug naar onze boerderij. Naar de combijn. En dan kunnen we hem weer volgooien. Oeh. Probleempje. Kleine aanrijding. Het verkeer is overigens wat slimmer geworden. Dat kan je nu ook inhalen. Ik weet niet of hij dat nu gaat doen of dat hij hier afslaat. Nou, die Zeki die is nog mooi onderweg naar zijn verkooppunt. Zal dan nou ook terugkeren naar de silo en de volgende vraag pakken. En zo zie je, helpen kun je op allerlei verschillende manieren helpen. En het is toch een stuk verbeterd ten opzichte van de vorige helper. Nou, en hier zijn we nog één keer terug bij de massie. En je ziet ook, deze hebben we niet ingesteld. Nou, daar komt de John Deere ook alweer aan. Hartstikke leuk. Maar je ziet dus, ook al hebben we hem niet ingesteld, hij pakt automatisch de binnenkant. En dan als laatste kopakker. Nou wil ik nog één ding testen. Wanneer wij op H drukken, dan stopt hij ermee. Dan rijd ik hem even zo. Ik plaag hem nu een beetje. En als ik nou weer op H druk, gaat hij nou verder waar hij geweest is. Spannend. Ja hoor, dat doet hij. Nou, jongens. Ik denk dat dit een hele mooie verbetering is ten opzichte van de vorige helpers. Tot zover deze tutorial. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dat je het wat aan gehad hebt. Mocht dit zo zijn, druk dan even die duim erop. Wil je meer van dit soort video's zien? Laat het weten in de comments. En dan zie ik je graag bij een volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Hondje.